Ik ben Tarek Gwebes, professionele kickbokser bij Glory. Vorige keer heb ik een zware training gehad met Nadia. Nu ben ik bij haar bij de Couscous Bar en ze gaat een lekkere maaltijd voor me maken. Ik ben benieuwd wat ze in petto heeft. Hoi! Salam, Tarek! Heb je een beetje trek? Ik heb altijd trek. Oké, kom, dus gaan we aan de slag. Voor de mensen die je niet kennen, vertel even wat over jezelf. Wie ben jij? Ja, in het kort gezegd, ik ben een kok. En koken doe ik thuis, maar dat doe ik ook hier in de couscousbar. Dat doe ik op tv, voor binnenstebuiten of voor mijn kookboeken. Dus eigenlijk alles met koken. Leuk. Ik als een topsporter natuurlijk moet ik op mijn voeding letten. Dat is heel belangrijk. Dus, ja, we gaan sowieso vandaag wat gezonds maken. Maar goed op je eten letten is niet alleen voor topsporters natuurlijk. Hè? Ja. Eigenlijk moet iedereen letten op gezond eten. En het kan heel makkelijk zijn. En dat ga ik jou vandaag laten zien. Maar van deze grote schaal groenten gaan wij iets heel lekkers maken. Nou, handen wassen. Een gezonde leefstijl is voor mij niet alleen maar veel bewegen wat jij doet of gezond eten. Maar het is ook echt zorgen dat jij 8 uur slaap komt per nacht. Lekker zo min mogelijk stress in je leven. Veel water drinken. Heb jij ook een paar van die dingen die bij jou horen bij een gezond leven? Het draait allemaal eigenlijk om groente en gezonde leefstijl. Als je boodschappen wil gaan doen, doe dat nooit met honger. Want bij boodschappen doen begint het al. Dus als je zorgt dat je thuis eigenlijk alleen maar goede boodschappen hebt gedaan. En dan ook nog dingen als groente en fruit moet je op het aanrecht leggen. Want als je dat wegstopt in een kast of alleen in de koelkast, dan zie je het niet. Maar op het moment dat je dit ziet en je loopt langs het aanrecht, dan denk je, oh lekker, even tomaten snacken. En dan voordat je het weet, kun je zo verschillende manieren in je dagelijks leven toelaten, waardoor je steeds gezonder gaat eten. Want ook als je buik vol zit met gezonde dingen, heb je geen plek meer voor de ongezonde. Het leukste deel van de tagine, het bouwen. Zo, dit ziet er wel lekker vol uit. En hoe breng je het eigenlijk op smaak? Nee, mijn tip is ook altijd om zo min mogelijk zout te gebruiken en vooral ook zout wat je zelf ziet. Dus geen bouillonblokjes of kant-en-klaar fabriekseten, daar zit altijd heel veel zout in. Maar als je het zelf toevoegt, dan zie je ook wat je gebruikt. Een andere manier om veel smaak te geven aan eten dat je kookt is specerijen. Specerijen zit alleen maar gezonde stoffen in en heel veel smaak. Dus veel specerijen betekent eigenlijk automatisch dat je veel minder zout kan gebruiken. Op het vuur, ermee. Ik kan niet wachten. Zo. Nou, ik ben benieuwd. Kijk, beste moment, glaasje, van de tagine. Als de deksel open gaat. Zo, dat ziet er wel echt heerlijk uit. En wat ik eigenlijk altijd doe, maar kies gewoon iets wat bij je past. Ik probeer af en toe het brood weg te laten, kleine bordjes te gebruiken. En dat zijn hele kleine tips waarmee je net wat gezonder kan eten zonder dat het je al te veel moeite kost. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Kijk op fitopjouwmanier.nl voor tips voor gezondere leefstijl, want wij doen het ook. Nu ga ik lekker eten.